Ik had nog een leuk ideetje. In januari bestaat de VVD 75 jaar, hè? Zo lang. En zoveel prutswerk. Sorry. Het Verlossum, kunt u mij horen? Het is me opgevallen in de actualiteit. Eigenlijk het water. Dat de kwaliteitskrant had een hoofdredactioneel. Waarin ook aan het water gerefereerd wordt. En aan het feit dat de overheid, zonder dat eigenlijk heel erg duidelijk te stellen, maar ja, zo nu en dan, en als je alle onderdeeltjes bij elkaar veegt en aan elkaar klikt, een soort van Lego-setje zal ik maar zeggen, dan heeft de overheid besloten eigenlijk om toch West-Nederland op de been te houden, ondanks de stijging van de zeespiegel en ondanks het waterprobleem waar we in West-Nederland natuurlijk eigenlijk al heel lang mee zitten. En dat sloot weer aan bij een ander stukje wat ik las. Alweer vergeten waar natuurlijk, zoals gewoonlijk bij mij. Waarin werd gezegd dat ze echt nu in West-Nederland gaan stoppen met het verlagen van het grondwaterpeil. Want je weet, door het inzakken van de bodem in West-Nederland, of althans in de veengebieden natuurlijk, was er altijd maar een dringende noodzaak om het grondwaterpeil te verlagen, want anders zou de zaak drassig worden vanzelfsprekend. We hebben nu besloten, en ik moet zeggen, het was een van de grote waterschappen, om daarmee op te houden. Dat heeft zeer verstrekkende gevolgen voor zeg maar, het hele bouwland, gebruiksland, weiland, hoe je het maar noemen wil, in het westen des lands. Want dat gaat vanzelf drassiger worden. En drassiger betekent dat een groot aantal traditionele agrarische activiteiten niet meer uitvoerbaar zijn. Dus dat betekent dat we moeten omzien naar andere soorten van activiteiten. Maar dit is, hemel, ik denk nu toch aan de Engelse term, dit had al eigenlijk veel eerder moeten gebeuren. It's long overdue. In feite, jaren geleden zei alles iemand in Noord-Holland van Rijkswaterstaat, geloof ik, meneer Verlossum, we zouden daar mee moeten stoppen. Die bodem die zakt hier als een scheet, die zakt een meter per eeuw, dus rekenbaarheid is centimeter per jaar. Dan zul je zeggen, ja, daar merk ik niet veel van, maar dat is natuurlijk in feite ontzettend veel. En dat betekent eigenlijk met zoveel woorden dat we het gevecht met het water in West-Nederland eigenlijk verloren hebben. En dat we ons nu op een handige, bruikbare wijze moeten aanpassen aan dat gegeven. Dat was het nieuws wat mij het meest opviel, omdat het van enorme betekenis is en ook van een zeer structureel karakter. En wat betekent dat dit nieuws? Dit betekent dat we om moeten zien naar andere agrarische activiteiten. Het betekent misschien ook dat we bepaalde gebieden in West-Nederland gewoon veel ingrijpender nog moeten laten vernatten of verdrassen. Wat ik allemaal zelf wel een mooi woord vind, eerlijk gezegd. Al weet ik helemaal niet of het bestaat. Drassig, verdrassen. Goed, ja, dat betekent het. Het betekent in feite een fundamentele wijziging, wending van het beleid wat wij voeren in West-Nederland. Niet op de hoge zandgronden natuurlijk, dat is een heel andere chapiter, maar in West-Nederland. Maar wat zouden we anders moeten gaan doen dan? Dan zou een ander soort landbouw, misschien wel helemaal geen landbouw. Misschien moeten we grote stukken gewoon weer tot moeras laten ontwikkelen. We hebben het eerder over gehad. Dat is natuurlijk een andere zaak die van enorme betekenis, dat we op tal van plaatsen niet meer moeten bouwen. Dus dat je moet omzien naar plekken waar je ook reëel voor de wat langere termijn kunt bouwen. Niet in de uiterwaarden van de rivieren bouwen. Niet in de diepste polders bouwen. Er zijn polders die zitten 9 meter onder NAP. Ja, je moet je eens voorstellen als daar wat gebeurt. Ja. We gaan ons dus in feite, hoe gek dit ook klinkt, West-Nederland was een moeras. Wij hebben geprobeerd van dat moeras een modern, niet moerassig land te maken. En feitelijk hebben we dat verloren, die strijd. En dat betekent dat het weer een betrekkelijk moerassig land moet worden. Maar gecombineerd met het feit dat de Randstad natuurlijk een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld is. Ja, maar het klinkt als jij zegt het is mislukt, klinkt het alsof we daar helemaal niks meer kunnen. Maar het is toch vrij succesvol wat daar gerealiseerd is. Zeker, we kunnen daar van alles en nog wat, maar niet meer de dingen die we deden. Maar is dat erg? Nee, dat is helemaal. Ja, erg. Het is ook een kwestie niet van erg of niet erg of heel erg. Het is een kwestie van de absoluut dringende noodzaak om ons aan te passen
aan de situatie te plaatsen. Ja, maar hebben we niet de afgelopen jaren, de afgelopen decennia bewezen dat we dat heel goed kunnen, ons aanpassen? Nee, precies, want het is wel een lange termijn proces. En laten we, ja, dat zeg je nu zo hoopvol. En je glimlacht er ook bij, zo van Nederland, topland. Ja, hè? Iedereen komt hier naartoe vanuit het buitenland. Ja, dat is. Ik heb met de Zuid-Koreanen gesproken en mensen uit Thailand die zeggen fantastisch wat jullie hier doen. Ja, maar ik weet niet of dat ook slaat op de verdrassing van West-Nederland. Nou, ze hebben daar vergelijkbare uitdagingen. Het probleem is toch dat we een aantal vrij wezenlijke dingen uitgesteld hebben. Voor het gemak de andere kant op hebben gekeken. Want het stikstofprobleem is misschien wel meest kenmerkend, dat bestaat natuurlijk ook al bijna 50 jaar. We hebben er een zak aan gedaan, behalve wat pleisters plakken, die uiteindelijk door de Raad van State verboden zijn. En dit is een enigszins vergelijkbaar probleem, wat daar misschien deels mee samenhangt. Ja. In hoeverre wordt dit al meegenomen in de plannen van het kabinet nu rondom? Nou ja, ik begreep uit een stuk in de krant dat juist als je een aantal deelbeslissingen van het kabinet bij elkaar zet en in elkaar klikt als een Lego-spel, dat dan wel een soort patroon en een kennelijk een soort plan, ook op lange termijn, duidelijk begint te worden. Okay. Wat op zichzelf bij dit kabinet al een godswonder is. Ik wou net zeggen, dat is toch hoopgevend? Ja, dat is heel hoopgevend. Ze hebben een keer nagedacht. Ja, en zonder er ook kennelijk niet al te veel over te trompetteren, maar dit zijn zaken van enorm gewicht die hele verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ja. En die over die woningen die jij zei die te dicht bij de rivier liggen, hè, waardoor de kans op overstromen natuurlijk groot is. We hebben natuurlijk in Duitsland en ook in Zuid-Limburg gezien hoe vreselijk mis dat kan gaan. Ja, dat waterbeheer was gewoon niet goed. Vaak zijn die rivieren die zijn versmalt en dus verdiept. Maar dat betekent wel dat ze bij extreme regenval in feite het water niet kwijt kunnen met alle gevolgen die we gezien hebben. Dan zijn in de uiterwaarden van de Maas meerdere malen overstromingen geweest. Dat is natuurlijk een regenrivier die plotseling aanzienlijk meer afvoer van water kan krijgen. En ja, dat hadden we niet moeten doen. Je moet gewoon huizen bouwen in een uiterwaardengebied. Op dat punt hebben we al enige tijd geleden een structureel beleid ingezet. Geef de rivier de ruimte. Het zwarte ooievarenplan, geloof ik, heette dat. Ja, en werken met de natuur wordt dan ook altijd genoemd. Ja, en dat betekent dat je die uiterwaarden eventueel op plaatsen waar dat mogelijk is aanzienlijk kunt verruimen. Ja. Ik zal de plaats waar ik opgegroeid ben als voorbeeld geven, Wageningen. Een heel leuk plaatsje gelegen aan de Nederrijn. Met een prachtig uiterwaardengebied en nou ja, de bekende mafketels waren daar in de jaren 50 van plan om die uiterwaarden vol te bouwen. He, dat was een ideale expansiemogelijkheid voor. Maar ja, dat is misschien een punt. Ik weet niet of we daar überhaupt structureel aandacht aan kunnen besteden. Hoe is het toch mogelijk? Niet waar dat je ook, waar dan ook maar in de wereld voortdurend halve garen aan de leiding krijgt, waar je dan enorm mee in je maag zit. De Poetins, de Xi Jinping's, de Erdogan's, nou ja, die hele club van kletsmajoors en onderdrukkers, die op een of andere geheimzinnige wijze overal aan de touwtjes mogen trekken. Maar goed, dit... De zaakjes. Dit ter zake nu, ja, dit was een plan van de gemeente Wageningen, geweldig, leuk. We hebben goed beleid. Dynamisch, jaren 50, we gaan er iets van maken, dat werkt, de wederopbouw. Dat plan is, godzijdank, afgeblazen door Rijkswaterstaat, die toen al zei, ja, wacht eens even, die rivier heeft de ruimte nodig. En iedereen die woonde in Wageningen kon getuigen dat gebeurde niet elk jaar, maar toch met enige regelmaat. Die uiterwaarden zowel aan de zuid- als aan de noordkant volliepen. En dan had je een waterplas van 3 kilometer breed van Wageningen naar, weet ik veel, had je aan de overkant Ochten of zo, nou ja, die plaatsjes in de Betuwe. Dus ja, het was een volkomen geschift idee om die uiterwaarden vol te bouwen. Ja, ik hoorde van de week Jan Rotmans, hij is professor aan de Erasmus Universiteit, en hij had een filmpje over 2121. En daarin vloog hij eigenlijk over Nederland heen en liet hij dus zien hoe het land er waarschijnlijk dan uitziet. Het was een soort van voorstel. En hij zei, we moeten dan ook gewoon, dat was een van de dingen die opviel, het water staat dan veel hoger, we moeten gaan leven op het water. Dus hij zei, de Noordzee helemaal volgebouwd, ook het Westland, daar moeten we hele andere vormen van bouwen en huizen weergeven, wat moeten we gaan creëren. Lijkt je dat wat? Nou, ik moet zeggen dat hij toch wel iets gesnoven moet hebben om op dit plan te komen. Omarm de chaos, heet ook zijn...
Het is een professor. Ja. Dat is geen grotere misvatting dan te denken dat ook onder de professoren niet een grote hoeveelheid wonderlijke halve vragen schuilt. Is dat zo? Ja, jij kunt het weten. Vaak zijn ze het geworden omdat ze, zeker in hun jeugd, briljante ideeën hadden waar ze iets mee gedaan hebben. Vaak verdorren de briljante ideeën, maar ze zitten ze nog een hele lange tijd. En dan hebben ze wel de neiging, denk ik, deels om gek te worden. Of geldt dat ook voor jou? Of bazig te worden. Ik ben pas in een heel laat stadium ben ik hoogleraar geworden. Bovendien niet een regulier hoogleraar, maar een bijzonder hoogleraar. Wat betekent, ben je nog... Dat betekent dat je voor één dag in de week in feite geacht wordt iets te doseren. Een leeropdracht uit te voeren die in mijn geval ook vrij zonderling was. Ja. Dus. Maar hoogleraar is hetzelfde als professor, hè? Ja, dat is precies hetzelfde. Maar ja. Waarom gebruik je het woord hoogleraar? Want ik vind professor toch ook meer bij jou passen. Ja, professor klinkt beter. Ja, dat is een beetje professor Sick Bock, professor Lupardi en al die andere knettergekke professor. Ik weet niet hoe het wettelijk, als je nou, ik zou maar komt werkcontract moeten kijken of daar nou hoogleraar staat. Of dat er nou professor staat. Ik ga me niet herinneren of ik ooit een contract gekregen heb daarvoor. Kijk, een bijzonder hoogleraar. Dat is heel wat anders dan iemand die zo'n afdeling moet leiden. Door de woelige baren. Ja, maar deze professor... Want je krijgt er ook maar 1000 piek voor per jaar. En dan moet je geloof ik goed gepoetste zwarte schoenen van kopen. Ja. Die ook... ik nooit gehad heb, zoals je weet. Nee. Maar deze professor die heeft wel samengewerkt met allemaal andere mensen die dat hebben. Nou, het klinkt ontzettend creatief, maar het lijkt me flauwekul. Het is een... Ik denk eerlijk gezegd dat als we 100 jaar verder zijn, dat de bevolking kleiner zal zijn dan die nu is. Ik denk dat daar wel een vrij rap een eind aan zal komen in de komende 100 jaar. 100 jaar is een ontzettend lange periode, historisch gezien ook. Daar kunnen echt hele rare dingen in gebeuren. Dus ik zie veel meer in wat ik daarnet probeerde te schetsen. Aanpassingen van West-Nederland aan wat volstrekt onvermijdelijk is in de toekomst. Dan drijvende huizen in de Noordzee. Wat ga je daar met de golfslag doen? Ik zie dat allemaal niet zo zitten eigenlijk. Het lijkt me nogal een extreem idee. Waar we over na moeten denken is op zijn best. Wat ga je doen bij verhoging van de zeespiegel om onze kust beter te beschermen? Daar zijn allerlei plannen voor. Een soort extra kustlijn aan te leggen, ietsje buiten de bestaande kustlijn. Daar zou je eens goed over na moeten denken. Ja, er is een organisatie in... Maar op zichzelf is een stijging van de zeespiegel, zoals verwacht in de, zeg maar, in de komende 80 jaar, ook weer niet. Dat is in Nederland te goed te verwerken. Als het over 300 jaar, weet ik het, 15 meter hoger staat, ja, dat is een heel ander probleem. Mm. Ja. Maar het is 300 jaar, dat is een nog veel langere periode. Ja. En er zit hier voortdurend een tijdsdimensie in waar je rekening mee moet houden. Dus je hebt natuurlijk over, dat is natuurlijk wel begrijpelijk allemaal, die mensen. Als ze nu niks doen, de komende 2 weken, dan is het klaar. Dan staat dan brand de planeet af. Je ziet ook van die leuke plaatjes waarbij de planeet een soort enorme bolle kaars is. En waar aan de bovenkant dan een vlammetje aan het branden is, een soort kerstplaneet, zal ik nou maar even zeggen. Paniek, daar heb je geen bal aan. Hè? Maar wat moeten we dan wel hebben? Want je hoort altijd, we moeten samenwerken. We moeten het samen doen, maar schijnbaar is die samenwerking... Natuurlijk moeten we samen, dat doen we toch ook. Dat is dan toch zeker een Europees beleid op dit punt. Maar daar is toch nog wel heel veel te doen. Vrij omvangrijk Europees beleid. Ik heb pas vaker uitgelegd dat ik als historicus eigenlijk verbaasd ben over alles wat er al gebeurd is. Dit is zo'n, laten we zeggen, transitieproces als wat noodzakelijk wordt geacht en waarschijnlijk ook is. Dat is enorm complex. En dat neemt decennia in beslag. En als je dan alsmaar op paniek in de tent, als we niet over volgende week iets doen, dat helpt niks. Nee, maar er wordt wel gezegd, dat hebben we nodig om de urgentie te voelen, om nu echt stappen te zetten, anders wordt het weer op de lange baan. Volgens mij wordt die urgentie vrij goed gevoeld, eerlijk gezegd. Maar waar baseer je dat dan op? Op het feit dat we, maar moet je eens even kijken wat we doen aan windmolenparken. Ik ken bijvoorbeeld een oudere man die zich niet gauw op stang laat jagen. Die tot mijn stomme verbazing 12 zonnepanelen besteld heeft. Namelijk ikzelf. Dat is dan recent nieuws. Ja, dat is nieuws. Ja. Dat is nieuws. Wordt er pas volgend jaar voorjaar
geloof ik, geïnstalleerd. Dus deze winter hebben we er in ieder geval geen bal aan. En wat was de reden dat je overstag bent gegaan? Nou, omdat de buren dat ook hadden gedaan. Die hadden een plan en dus die hadden een leverancier. En die huizen die zijn deels identiek aan elkaar. Dus ik dacht, nou ja, dit is mijn kans. Ja, dus ze kwamen naar je toe van, Maarten, doe je ook mee? Ja. Ja, nou, ze vertelde erover en toen zei ze, is niks voor jou. En ja, toen dacht ik, ja, waarom niet? Ja, nou, mijn ouders hebben het ook gedaan en die dachten vooraf ook van, nou ja, we moeten het nog maar zien. Maar ze zijn nu ontzettend blij en ze zien dus nu ook wat teruggeleverd wordt. Zeker in de zomer. Ja, zeker. Ja, al zie je natuurlijk in het meegestuurde statistiekje dat natuurlijk die dingen voornamelijk energie opleveren wanneer je het niet nodig hebt. Ja. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Oké, maar je krijgt ze volgend jaar, dan worden ze gelegd. Ja. Dat heb ik begrepen, ja. Ja, oké, dus daarmee wil je aangeven van het duurt lang, maar stapje voor stapje worden ook de grootste criticasters voorstander van dit beleid. Nou, criticaster vind ik een ongelukkig woord, omdat dat volkomen verkeerd gebruikt wordt tegenwoordig. Je hebt critici en je hebt criticasters. Critici zijn mensen die terechte en samenhangende kritiek leveren, hè, zoals het hoort. Criticasters zijn eigenlijk mensen die geen samenhangende behoorlijke kritiek leveren. Criticassers zijn slechte critici. Alleen wordt het tegenwoordig allemaal verkeerd gebruikt. Hè? Net als de media is. Nee, de media zijn. Het is meervoud. Het is een meervoud. Ja. Het is dan niet in te meppen werkelijk. Nee, en het aantal is. Want het aantal is ook een enkelvoudwoord. Hè? Ja, zeker. Ja, je hoort vaak mensen corrigeren. Ja, allemaal zaken die waar ook meer op gelet zou moeten worden. Ja, maar dan toch nog even over dat samenwerken. Want ook bij dit soort bijeenkomsten en congressen over dit soort thema's zeggen ze allemaal aan het einde, we moeten meer samenwerken. Waarom is dat zo'n probleem, dat samenwerken? Nou, ik weet niet met wie. Maar dan is de vraag met wie willen ze samenwerken. Ja, de triple helix. Dus gemeentes, dus de overheidsinstellingen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ja, we hebben in Nederland wel een beetje een oerwoud aan instituties gecreëerd over de afgelopen decennia. Daar zouden we nog eens goed aan moeten kijken. Niet waar, dat bleek natuurlijk ook bij de COVID toen er een beetje druk op de machine kwam. Dat het, ja, ze gingen allemaal eindeloos overleggen op weet ik hoeveel verschillende niveaus. Met als gevolg dat we de traagste starters waren met de vaccinatiecampagne. Dat kwam uiteindelijk wel goed, maar het was natuurlijk toch wel een vrij pijnlijk moment. Wat simpelweg te wijten was aan de boel het feit dat we het verkeerd georganiseerd hadden. En ook verkeerde uitgangspunten hadden gekozen in dat vaccinatiebeleid. Maar dus ja, je moet even uitzoeken met wie je dan samen moet werken. Maar goed, wat die sowieso, laten we zeggen, installaties voor een energieopwekking zonder dat er fossiele brandstof verbrand moet worden op grote schaal gebouwd. Nu ook commercieel. Het is zelfs, ik begreep dat er grote windmolenparken neergezet worden zonder subsidie. Ja. Dat is vrij indrukwekkend, toch? En wat mij ook vol opvalt, is ook dat steeds meer grote bedrijven dit verhaal gaan verkondigen. Hè? Van, die kunnen er namelijk ook goed aan verdienen. Het is natuurlijk ook voor de grote oliemaatschappijen, die natuurlijk ook een lange termijn investeringsstrategie moeten hebben. Die moeten wel rekening houden met het feit dat als die transitie doorzet, wat die tenslotte zal doen, naar mijn idee. Ook omdat de technologie ook aan de lopende band verbetert en verandert en efficiënter wordt. Ja, die zullen daar natuurlijk ook op instappen. Ja. Of willen instappen. Ja. En dat stip je natuurlijk wel een terecht punt aan. Want er zijn ook bedrijven die denken, hey, hier is iedereen mee bezig. Laten we dit ook eens gaan roepen. Maar ondertussen stoten ze aan de achterkant nog heel veel vervuilende spullen dat uit. Dat is hier wel mogelijk natuurlijk. Het greenwashing. Ja, dat is hier wel mogelijk. Ik las een ander interessant stuk. Dat Zweden zo ontzettend veel elektrische energie heeft. Over heeft eigenlijk. Vanwege al die watervallen die ze daar natuurlijk hebben. Dat ze daar bijvoorbeeld wel een soort van staalindustrie kunnen bouwen waar waterstof als grondstof voor de energieopwekking wordt gebruikt. Nou ja, daar kun je ook eens nadenken. Verplaatsen industrie naar plekken waar je in principe aan relatief goedkope groene energie kunt komen. Ja. Maar ik was vorige week bij een bijeenkomst van Tata Steel en er was een man van Tata Steel en die zegt, wij gaan een hele belangrijke rol spelen in het op grote schaal neerzetten van waterstofgebruik. Daar gaan wij de hoofdleverancier van. Misschien kunnen ze dan eens in IJmuiden beginnen. Hè? Volgens mij is dat wij hebben een probleem natuurlijk met energie. Want dat nou was ander raar nieuws. Dat in Nederland het stroomnet niet in staat is om in feite aan nieuwe eisen te voldoen. Dat is natuurlijk een vrij pijnlijke zaak. Kijk eens, we hebben dat afgestoten naar de commercie. En kennelijk heeft die commercie de investeringsnoodzaak niet bijgehouden. Met dat gevolg dat ik begrijp dat je
in tal van de onderdelen van Nederland kun je niet een sterk stroomvragend bedrijf stichten. Dat kan helemaal niet, dat kan het net niet aan. Het is dan ook weer zo'n toestel, dat kan het net niet aan. Wat is er nou voor prutswerk? Anders kun je het toch niet noemen. Gewoon prutswerk. Niet verder gekeken dan de neus lang was. Maar is op zich toch niet zo gek, want dat netwerk is niet ingericht op de transitie die we nu aan het doormaken zijn. Nou, dat is heel treurig natuurlijk, want die transitie is al lang gaande. Nou ja, relatief gezien toch ook weer niet zo erg. Ja, al jaren is die gaande toch? Hoe lang staan die windmolens niet her en der? Ja, maar goed, dat is... Ga desnoods eens in Duitsland kijken. Moet je in de voormalige DDR, waar toch niemand woont, dus daar kunnen ze volzetten met die molens. Dat is ongeveer Mecklenburg-Voorpommern. Daar staan meer molens dan er mensen wonen. Ja, gaat het daar wel goed met het netwerk? Ik heb geen flauw idee. Ik vermoed van wel, maar ik heb geen flauw idee. Nou, maar op zich is het toch niet heel lastig te beargumenteren dat er te veel druk nu komt op dat netwerk, dat daar iets moet gebeuren. Waar trouwens ook volgens mij over nagedacht wordt. Nou, niet zo actief dan dat dat op dit moment een noodsituatie bestaat. Er komt zo'n druk op die elektriciteits... Ja, dat ongetwijfeld, maar dat kun je toch zien aankomen, of niet? Ja, nou ja, dat kun je wel zien aankomen, maar je hebt natuurlijk in een tijd... Als de autovoorraad in Nederland verdubbelt, ja, dan komt er druk op de infrastructuur. Dan zul je nieuwe wegen moeten aanleggen. Ja, maar het netwerk is natuurlijk aangelegd in een tijd dat die discussie nog niet speelde. Kijk eens, wat is nou anders dan als je een essentiële industrie runt, dan betekent wel dat je ook naar voren kijkt. En dat je niet doet wat ze waarschijnlijk gedaan hebben, jongens. Het rendement zo hoog mogelijk en dan knijpen we investeringen een beetje af. Ook al die reparaties ook niet zo nodig. Dat ik herinner me nog dat die dingen geprivatiseerd werden. Dat zo'n man ook zei, ja, af en toe een stroomstoring, dat komt er best van af. Dat was helemaal zo erg niet. Het ging er wel om dat het... Dus ja, dat is je ook je risico als je dingen uitbesteedt aan de private sector. Dat hadden we. We hebben daar eigenlijk ook nu in die energiecrisis waar we mee te maken hebben, hebben we daar verschrikkelijke spijt van. Niet alleen M. van Rossum, die er sowieso niks mee te maken heeft, maar je hebt vast wel gelezen dat het CDA en de VVD er ook vreselijke spijt van hebben. Ja, dat is die hele privatisering is natuurlijk veel te ver doorgeschoten. Allerlei dingen die aan de gemeenschap zijn om uit te voeren op de juiste wijze, die zijn afgestoten naar het private bedrijfsleven. Wat het is nu helemaal niet anders. Hele andere prioriteiten heeft dan de gemeenschap heeft. Ja, dan zullen luisteraars zeggen, ja, dat is het stokpaardje van Van Rossum. Dat zeker is dat het stokpaardje van Van Rossum. Daar kon wel die wel eens 100% gelijk in hebben. Had hij niet altijd al gelijk op dit punt? Dat geprivatiseerd, dat eigenlijk maar een heel beperkt project is. Hmm. Wat ik wel nog interessant vind, is dat er dus ook gewerkt wordt aan auto's. Bijvoorbeeld, jij hebt een hybride auto, toch? Ik heb een hybride auto, dat is een vrij ruime auto, mag ik wel zeggen. En ik doe dan wel mijn best, dat moet ik erbij zeggen. Het zit ook vol met apparatuur, waardoor je kunt zien of je wel of niet zuinig rijdt. En ik kan met die auto zonder al te grote problemen 1 op 19 rijden. Ja, maar het wordt dus ook een bron van energie voor je huis straks. Je kunt dat zou kunnen, dat je dan, dus die accu die in die auto zit, die kun je dan opladen met die panelen, met allemaal stekkers en weet ik het. Kijk, ik word er nou al zenuwachtig van. Maar in principe is dat een mogelijkheid, ja. Want dan zou dus die auto, dan moet je hem volgens mij wel in de buurt van je huis zetten. Dat doe je niet. Ja, dat doe ik toch al sowieso niet. Hè? Nee. Omdat je hebt hier allerlei bomen in de straat. Er zitten vaak vogels in. En nou, ja. Als er zo'n zwerm boven je auto heeft gezeten, dat is een feest om schoon te maken, kan ik wel zeggen. Maar dat is wel een interessante gedachte, toch? Dat de bron wordt de energie van je huis. Dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk een handiger dan om een batterij in je huis te installeren uiteindelijk, denk ik. Ja, nou ja, je wil die energie... Als je dan verhuist, neem je batterij dan mee of zo. Nou ja, die energie, is dat... die batterij wil je gaan opladen. Ik dacht dat er ook plannen die batterijen in auto's degenereren toch over een periode van enkele jaren. Maar ook als ze dus zeg 60-70% capaciteit over hebben, wat voor de auto waarschijnlijk te weinig is, dat kan voor een huis heel nuttig zijn. Ja. En dan kan je dus je overenergie die je met je bijvoorbeeld met je zonnepanelen genereert, die kun je in die accu laden. Ja. Maar nu kun je het ook terug het net op drukken, toch? Ja. En dit kun je doortrekken, want vrachtwagens die hebben natuurlijk grotere capaciteit. En die zou je bijvoorbeeld voor industrieterreinen kunnen gebruiken. Zeker, we hebben hier lijn 8. Lijn 8 rijdt elektrisch. Ja, maar die wordt niet gebruikt, denk ik, om op de Uithof de universiteit van stroom te voorzien. Nee, vast en zeker niet. Nee.
Universiteiten zijn van de grootste energieverspillers ter wereld. Ja, dat heb je al eens verteld. Ik heb mijn anekdote toch wel eens. Over de verwarming die op 21. Twee weken dicht met de kerst en oud en nieuw. Om de verwarming uit te kunnen zetten die ze volop hadden door laten draaien. Ja. Overigens moet ik zeggen, wij zijn ook slecht bezig. Want de verwarming staat aan in deze auto omdat het zo koud is. En dit is geen elektrische auto, dus... Nee, dat is waar. Dus je spaart het ook niet op een of andere manier, zeker. Dus het is zaak om hem na deze auto, die natuurlijk toch wel een beetje op de laatste beentjes loopt, om een hybride of eventueel een elektrische auto aan te schaffen. Ja. Hey, en nog één dingetje. We hebben een probleem met het maken van batterijen straks. Want dat schijnt door alle grondstoffen die er ook voor nodig zijn steeds moeilijker te worden. Ja, zeker. Maar dat betekent ook dat die grondstoffen zijn er wel. Maar dan zul je opnieuw exploratie moeten doen. Dat is net als met kolen en olie natuurlijk. Ja, als we deze transitie uitvoeren, blijft er voor 400 jaar kolen in de grond zitten. Dus ik denk dat ook voor de grondstoffen voor die batterijen er wel zijn. Maar dat de exploratie op dit punt achtergebleven is. Ja. Ik vind het wel interessant dat VDL, die denken erover dat ze samen met anderen zelf batterijen willen gaan bouwen. Zodat ze niemand... Iedereen wil dat op dit moment. Hè. Tesla bouwt een grote batterijenfabriek in Europa. Ja, maar dat is wel een andere speler dan VDL. Kijk, VDL wil dat samen met in die Eindhoven regio, die Brainport regio, met meer partijen gaan doen daar. Nou, ik juich het van harte toe. Het lijkt mij allemaal heel erg verstandig. Het probleem met elektriciteit blijft natuurlijk dat je het zo lastig op kunt slaan. Maar daar zal toch op een gegeven moment ook wel iets op bedacht worden. Ja, er zijn wel creatieve oplossingen bedacht. Volgens mij hebben we ook al eens het bekende plan. Ik weet niet of het een van die grote ingenieursbureaus. Die zei, je moet gewoon het IJsselmeer met een meter verhogen. En dan kan je die door dat, dat is een klap water, hallo. En dan kun je dus door in- of uitstroom kun je in principe elektriciteit opslaan. En als je het eruit laat lopen, kun je het gebruiken. Maar dat is afgewezen, als ik het goed heb begrepen, door de overheid. Omdat de dijken rond het IJsselmeer niet als bijzonder betrouwbaar werden gezien. Dus dat zou je dan eerst betrouwbaar moeten maken. Ja, dat is natuurlijk een megaproject. Ja. Maar het was op zichzelf een leuk idee natuurlijk. Ja. Maar ondanks al deze ambitieuze ideeën, want als je dit allemaal hoort, dan denk je, hey, we zijn goed bezig. Wordt er toch op die top, ook in Egypte, weer gezegd, jongens, het gaat niet hard genoeg. Rutte riep het ook nog. Die had een toespraak, jongens, het gaat niet hard genoeg. Ja, nee, het gaat niet hard genoeg, dat geloof ik graag. Dat wil zeggen dat die, maar dat hangt dus veel meer samen met die megalanden in Azië, India en China. Kijk, die hebben allebei 1,4 miljard inwoners. Die zijn nog bezig aan een traject naar grotere welvaart. Zeker India staat er nog aan het begin. Ja, dat wordt natuurlijk een probleem. Omdat dus met welvarender worden van die landen ook natuurlijk de CO2-uitstoot zal toenemen. Ja. Hey, ik had nog een leuk ideetje. In januari bestaat de VVD 75 jaar, hè? Zo lang. Met zoveel prutswerk. Sorry. Maar ik dacht, jij als historicus, is het misschien leuk om een keer in de podcast op de historie van de VVD terug te blikken. Ja, nou ja, de VVD is in die zin een interessante partij. Dat, kijk, het is een liberale partij, maar toch geen liberale partij. Ik denk dat ze het beter hadden gedaan, maar misschien minder electoraal succes hadden gehad, als een echte liberale partij waren geweest, in plaats van ook natuurlijk een grote massa van provinciale conservatieven achter zich te verzamelen. Die lui die altijd bonje maken tegen de tijd, omdat ze boos zijn over het coalitiebeleid wat de VVD in de coalitie natuurlijk moet voeren. Ze schijnen die door het snotje te hebben dat het toch fijn is dat je wel de leidende politieke partij bent. Maar zij willen dan nog meer conservatisme in het beleid. Maar ja, dat is natuurlijk in een coalitiekabinet lastig te verkopen. En die zitten met name in de provincie, hè, deze types? Ja, ik heb al begrepen dat die VVD-houten-methode, dat vooral een provinciale zaak is. Oké, maar nou was ik van de week in Venlo en daar was Stefan Satijn. Die was wethouder voor de VVD in Venlo, maar nu is die gedebuteerde volgens mij in de provincie Limburg. En die zei, ja, als Mark binnenkomt, Mark Rutte natuurlijk, ja, dat is zo'n positieve sfeer en die krijgt iedereen zo goed mee en iedereen heeft er dan zo'n zin in. Nou, hartstikke fijn. Je weet hoe ik over Mark Rutte denk, een alleraardigste man. Hij had alleen na 10 jaar moeten vertrekken. Ja, dat heb je vaker verteld. Maar lijkt het je leuk om... Er gaat weinig, laten we zeggen, beleidsmatige dynamiek van hem uit. Ja, maar de VVD gaat allemaal festiviteiten doen in januari. Lijkt het je leuk om dan ook een keer een podcast te doen om wat dieper op de historie in te zoomen? Als de
degenen die ons daar ontvangen bij de feestelijke gebeurtenissen, zich realiseren dat ik A, nooit op de VVD heb gestemd en B, zeker over de carrière van de VVD als leidende partij in de afgelopen decennia, afgelopen zeg maar kleine 20 jaar, zeer kritisch gestemd ben. Ja. Ze dat leuk vinden. Dan nee, maar dat, dit staat los van dat die organisatie heeft dat niet gevraagd. Ik dacht van ik gooi even een balletje op. Misschien vind jij nee, het leuk. Nee, prima. Ik vind dat prima. Het lijkt me hartstikke leuk. En wat zou je dan allemaal aanstippen? Het ontstaan ja, natuurlijk. Ik zou aanstippen dat liberalisme heel aardig is. Ik voel mijzelf in feite liberaal. Maar dat zonder een sociale dimensie het liberalisme natuurlijk een waardeloze doctrine is. Dus het moet altijd onder alle omstandigheden een sociaal liberalisme zijn. Ja, maar dat is meer jouw persoonlijke visie ook op de zaak. Nou, volgens mij zijn er wel meer verstandige mensen die er zo over denken. Ja, maar mijn idee was toch ook om een beetje de historie te schetsen, omdat dat jouw rol als historicus is. Nee, dat kunnen we zeker doen. En dan moet je constateren natuurlijk dat de VVD, zeker de VVD waar ik kritisch op ben, dat is de VVD natuurlijk die het neoliberalisme omarmd heeft vanaf de jaren 90. En de VVD zelf, die natuurlijk dateert van de late jaren 40, die heeft een belangrijke rol gespeeld ook in de creatie van de Nederlandse verzorgingsstaat. Waren ze dat maar blijven doen, hè? Waren ze maar iets minder gaan zeuren over die zelfredzaamheid, dat is allemaal heel lollig. Zelfredzaamheid, wie is er tegen zelfredzaamheid? Maar natuurlijk uit allerlei gegevens blijkt ons dat een deel van de bevolking helemaal niet zelfredzaam is en daardoor ook wel een beetje in de afgelopen 10, 15 jaar zijn lot is overgelaten. Met alle onaangename gevolgen van dien. Hmm, ja. Maar je moet toch constateren dat we in een land leven waar heel veel mensen zich senang voelen bij de VVD. Zeker 2/3 van de bevolking, denk ik gauw. Maar dat ben je nog altijd 1/3 kwijtgeraakt. Ja, maar goed, dat is in een democratie. Je kunt nooit iedereen aan je binden. Ja, het kan wel, maar Het zou de meerderheid sieren wanneer ze begrijpen dat die minderheid, dat we die niet aan de zijlijn moeten laten staan. Ja. En ja, dat betekent dat je verzorgingsstaat goed en modern ingericht moet zijn, maar daar wel oog voor moet hebben. Oké. Nou, dit vind ik een interessant onderwerp. Ook misschien even een oproep aan de mensen die luisteren, die daar misschien ook nog wel bepaalde wensen bij hebben, bij de VVD. En de historie. Ik zag al dat Sofie Hermansen, die gaat volgens mij, die gaan maar leuke dingen met Mark Rutte doen op dat congres. Dat is toch kerst. Ik ben nou zoals gewoonlijk weer vergeten waar. Dat een of ander reclamebureau, wat ook met deze feestelijkheden iets van doen had, een fantastisch plan had verzonnen, dan een meet and greet met Mark Rutte en ja, Sofie Hermansen. Ja, dat was het, ja. Dan moest je 7500 piek betalen voor de meet and greet. Dan kreeg je ook nog een glaasje bubbels, zoals dat altijd heet. Hè? Weg met alle alcohol met bubbels erin. dat is door beide dus afgeblazen als volkomen belachelijk. Ik moet ook zeggen, een meet and greet met Rutte en Sofie Hermans voor 7500 piek voor al vrij prijzig, eerlijk gezegd. Maar wat is daar dan misgegaan? Want waarom is dat dan gecommuniceerd in eerste instantie? Nou, kennelijk niet met degene die gemiet en gegriet moesten worden. Okay, wel onhandig dan dit. Ja, want het maakt natuurlijk ook een beetje een beroerde indruk naar buiten toe. Dat je bij de feestelijkheden niet waar ook zegt van, we kunnen er ook wel wat geld aan verdienen. Ja. Nou ja, de beide betrokkenen hebben onmiddellijk gezegd, nee, dat wilden ze niet. En nee, geen sprake van. En ze waren bereid om gratis en voor niks met iedereen te spreken. Ja, een beetje terecht raar, natuurlijk. Ja. Dan zullen luisteraars zeggen, ja, dat is het stokpaardje van Van Rossum. Dat zeker hoort is dat het stokpaardje van Van Rossum. Er is overigens al direct een historisch probleem hier, namelijk is het nationaal socialisme wel een vorm van het fascisme. Maarten van Rossum over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld. Die zeggen, nou ja, als je dat goed bekijkt, dan moet je toch constateren dat nationaal socialisme, dat is veel dynamischer dan al die andere fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. Met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via de link in de show notes.